Nee, niet zo schreeuwen. Ik sta dicht bij jou. Gerrit. Iedereen schrikt zich wild, maar... Ik zeg gewoon Gerrit. Ja. Oh, Shiro. Hoe heet dat? Vandaag denken we, laten we eens een rustig stekje op zoeken. En dan moet je natuurlijk niet bij het water zijn, maar in zo'n winkelstraat als hier in Zevenaar kan je duidelijk merken dat het minder is met het volk als dat het wat kuiler is. Dus je moet even 2 dagen hier de zoer en appel inbieden en dan kun je het goed. Want zo'n dag als vandaag, als het dan 33 graden wordt en dan... Wat gaat er mis? Met 31. Vandaag met 31 graden, ja, dat was natuurlijk wel eventjes puffen. En zoals hier nou al een beetje in de scherm staat, geeft dat heel erg goed. Ja, de foto die in is gestuurd, dat is een foto den een beetje een kleurrijk verschijnsel, kan ik wel zeggen. Want het water van de afgelopen tijd heeft nog wel goed gedaan. Maar op zich met de strak blauwe lucht erachter, dan werd de foto's wat minder. Ik zie wat liever wat wolken, maar ja, dat zit er niet altijd in. Maar wil je ook een foto opsturen, dan kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. Vanavond en ook komende nacht, dan is het nog lange tijd aangenaam. De temperaturen zullen ook heel langzaam dalen. Het werd helder, of bleef helder. En dat is de komende nacht ook. De minima liggen dan zo rond de 19 tot 20 graden. Nou, en morgen dan doet het nog net zo'n dag bij aan. Een tikkeltje warmer dan vandaag. En dan wordt het 33, 34 en misschien lokaal wel 35 graden. Nou, en dat is het even afzien. Dat kun je wel stellen. Vandaag dus in de... Vandaag dus in de winkelstraat in Zevenaar, hier vlak bij Muldershof, misschien voor wat mensen ook wel bekend. En ik zei het al, de temperaturen bent niet nodig dat het hier zo druk werd vandaag. Maar morgen dus ook niet, want dan werd het heel warm. Maar morgenavond, op de vrijdagavond, dan wordt het toch langzamerhand wat anders. De temperaturen gaan dan wel wat sneller omlaag. Het heeft allemaal te maken met een storing die dichterbij komt. Dat is een warmtefront niet, maar een... Maar dat is een storing wat allemaal dichterbij komt, een koufrontje. En dat zullen ze in het westen van het land al wel merken, want daar is in de avond al bewolking. Maar die bewolking komt wel langzamerhand richting het oosten. En dan zullen we dan in de nachten mee te maken krijgen dat er dan wat regen en onweersbuien gaat vallen. En de hevigheid is eventjes afwachten, want het is wel in de nachtelijke uren. Vinger aan de pols houden, want ook zaterdagmorgen hebben we nog met die onweersbuien te maken. De temperaturen zaterdag blijft dan ook wat achter, want de wind die gaat helemaal om naar westelijke richtingen. Trekt ook wat aan, steeds soms een stevige westelijke wind. En dan wordt het maximaal 25 graden. Weer een lekkere afkoeling de zaterdag om beter te komen, alles even loszetten. En de zondag, ook zondag met temperaturen van 25 graden. Minder wind en wat meer zon. En dan is het een topweekend, want zondag dat kan dan sowieso niet meer kapot. En na het weekend, we houden die temperaturen. Maandag wordt misschien nog weer iets warm met 29 graden. Maar later in de week zal het allemaal een beetje koeler worden. Maar neemt de kans op regen en onweersbui ook nog weer toe. We gaan even kijken of we hier nog ergens wat kunnen scoren. Een ijsje dan. Hè. En of dat helemaal gelukt is, hoor je misschien morgen wel. Goed gaan.